I'm going to speak on my favorite subject today. Ik ga spreken over mijn favoriete onderwerp vandaag. The most difficult subject. En ook het meest moeilijke onderwerp. But when I was about 40 years old. Toen ik ongeveer 40 jaar oud was. Almost 20 years ago, getting up there. Bijna 20 jaar geleden. Praying my Bible. Was ik mijn Bijbel aan het bidden? As is my practice. Zoals ik dat gewoon ben om te doen. And I can't remember the text I was meditating on. En ik kan me niet meer herinneren over welke tekst ik aan het mediteren Because was. Because I just pray line by line through the Bible, book after book. Omdat ik regel voor regel uit de Bijbel bid. And it must have been something like we love him because he first loved us. En het moet iets zijn van dat wij van hem houden omdat hij eerst van ons gehouden heeft. And all of a sudden I was overwhelmed with gratitude to God. En plotseling was ik echt overweldigd door dankbaarheid naar God. And I was thinking, you know, like I had up until that point I had considered myself to be a very zealous Christian. En tot dat moment dacht ik dat ik echt een hele gedreven christen was. You know that I really loved God. I was going after God. Dat ik echt van God hield, dat ik achter God aanging. But I had this moment of like a spirit of understanding. Maar ik had op dat moment een geest van begrip. That long before I ever loved God. Dat lang voordat ik ooit van God hield. He loved me. Hij over mij hield. You know when I was and it began to remind me of encounters I had as a little child. En het begon me te herinneren aan ontmoetingen die ik had als een klein kind. You know at 12 years old and as a teenager. En toen ik 12 jaar oud was en als tiener. And how you know long before I ever even knew to call on his name. En lang voordat ik überhaupt wist dat ik zijn naam moest aanroepen. He loved me. Hield hij van and mij. He was going after me, pursuing me before I pursued him. En ging hij achter mij aan. Hij jaagde achter mij voordat ik achter hem aanging. And I was just thinking of all that he did for me and my family. En ik bedacht me van alles wat hij gedaan had voor mij and, en mijn familie. You know, I was just began weeping out of gratitude to God. En ik begon echt te huilen uit dankbaarheid naar God. And out of my spirit, en vanuit mijn geest, in this place of gratitude, vanuit die plek van dankbaarheid, I said, God. Zei ik, God, you have answered so many of my prayers. U hebt zoveel van mijn gebeden verhoord. I'm going to give the rest of my life to answering yours. Ik ga de rest van mijn leven geven om uw gebeden te beantwoorden. And that is why it led me to Psalm 2. En dat leidde mij naar Psalm 2. Which is a messianic psalm. Dat is een messiaanse psalm. Where you know the Father says to the Son, "Ask of me." Waarin de vader zegt tegen de zoon, vraag And van mij. I will give you the nations for your inheritance. En ik zal je de landen geven voor je erfenis. Which then drove me to the nations. En dat leidde mij naar de landen. And John 17. En in Johannes 17. Which is the longest prayer we ever hear from the heart of God. En dat is het langste gebed dat we ooit hebben gehoord uit het hart van God. And this is the prayer of a dying man. En dat is het gebed van een stervende man. You know when someone is about to die. Want als iemand op het punt staat om te and sterven. And they gather their family around them. En hun familie verzamelt zich om hen heen. And you know that's when they say the things they really that are most dear to their heart. Dan zegt ze de dingen die het meest belangrijk zijn in hun hart. And Jesus knew that he was on his way to heaven. En Jezus wist dat hij onderweg was naar de hemel. That he would be leaving behind his disciples. Dat hij zijn discipelen achter zich zou laten. That his hour of glorification had come. Dat zijn uur van de glorificatie was gekomen. And the way that Jesus viewed the cross, en de manier waarop Jezus naar het kruis keek. You can see from John 17 verse 1. En dat zie je in Johannes 17 vers 1. Was that it was his hour of glorification. Was dat zijn moment, zijn uur van glorie was. On his way to the cross he says glorify your son. Op zijn onderweg naar het kruis zei hij, laat uw zoon de glorie krijgen. Het uur is gekomen. Glorify your son. En breng glorie aan uw zoon. So that your son may glorify you. Zodat uw zoon glorie kan brengen aan u. I love the way he looked at the cross. Ik hou ervan hoe hij naar het kruis keek. And his invitation to us is to pick up our cross. En zijn uitnodiging aan ons is om ons kruis op te pakken. The way that the world looks at the cross and the son looks at the cross are totally different. En het is totaal verschillend hoe de wereld naar het kruis kijkt en hoe de zoon naar het kruis But kijkt. But that's not the main point I want to bring forth today. Maar dat is niet het belangrijkste wat ik vandaag wil zeggen. And you know, I began to pray John 17 regularly. En ik begon Johannes 17 heel vaak te bidden. Because I knew that, you know, I wanted to know what was really on his heart. Want ik wilde weten wat echt op zijn hart was. As he went to the cross. Toen hij naar het kruis ging.
And Bill Johnson, in my book Ecstatic Prophecy, he wrote the foreword. En Bill Johnson schreef het voorwoord van mijn boek Ecstatic Prophecy. And he said in the context of prophecy. En hij zei in de context van profetie. Said you can always tell the value of something by how hard the enemy attacks it. Hij zei je kan altijd de waarde van iets zien als je ziet hoe hard de vijand daartegen vecht. And you know, he was talking about prophecy. En hij sprak erover profetie. And you know, and Jesus commented that they so persecuted they the prophets which were before. En Jezus had ervoor verteld dat ze de profeten vervolgd hadden. But I would say that the greatest attack that the people of God have ever suffered has come in the area of unity or division. En ik wil zeggen dat de grootste aanval die het volk van God gehad heeft, is op het gebied van eenheid en verdeeldheid. And this should be obvious to us. En dat zou heel duidelijk moeten zijn voor ons. Because from the beginning, want van het begin, the very, very beginning of beginnings, het allereerste begin van het begin, in the garden, in de tuin, we see the enemy beginning to separate the man and the wife. Zien we dat de vijand de man en de vrouw aan het scheiden is. And we know that the power of unity is so great. En we weten dat de kracht van eenheid zo sterk is. That when we are one, the enemy doesn't, he cannot penetrate. Dat als we één zijn, dat de vijand daar niet in kan penetreren. So this is what he does. Dus dit is wat hij doet. If I can just separate Eve from Adam. Als ik Eva kan scheiden van Adam. If they were together. Want als zij samen zijn, I probably couldn't, you know, lure them into sin. Zou ik ze waarschijnlijk niet kunnen verleiden tot zonde. But if I could separate them. Maar als ik ze zou kunnen scheiden. And he gets Eve when she's alone, you know the story. En hij praat met Eva als ze alleen is en jullie kennen het verhaal. And he deceives Eve. En hij verleidt Eva. Who goes on to deceive her husband. En die gaat haar man verleiden. And then you have the first division. En dan heb je de eerste scheiding. And when God drives them from the garden. En als God ze uit de hof haalt. The division just keeps going. Gaat de verdeeldheid door. In the very first family. In het eerste gezin. You know, the enemy lures Cain to kill Abel, brothers. Verleidt de vijand Cain om Abel te doden, broers. And we can see that it has been the devil's strategy. En we zien dat het echt de strategie van de duivel is. To divide people from the beginning of the beginning. Om mensen te scheiden vanaf het begin van het begin. And I have seen this. It should be obvious to us. En ik heb het gezien en het moet heel duidelijk zijn voor ons. It should be obvious to us. Het zou overduidelijk moeten zijn voor that, ons. That this is the demonic intent. En dat dit het plan is van de demonen. And that we can see how division scatters and brings down the work of God. It destroys the work of God. En dat we zien hoe verdeeldheid het werk van God vernietigt en overal verspreidt. And that's why Jesus, this is the most important thing on his mind when he goes to the cross. En daarom is dit het meest belangrijke wat in zijn gedachten is als Jezus naar het kruis gaat. And he what he prays for us. En wat hij bidt voor ons is that we would be one. Is dat we één zouden zijn. And it is his it is something that is very, very powerful. I would encourage you to read John 17 every day. En het is iets wat heel krachtig is en ik wil je echt aanmoedigen om elke dag Johannes 17 te lezen. Don't have time to read the whole chapter. En als je geen tijd hebt om het hele hoofdstuk te lezen. I would encourage you to read and pray over Holland. Dan wil ik je aanmoedigen om te lezen John te bidden over Nederland, Johannes 17. Verses 20 to 24. Vers 20 tot 24. And every time that you start to say 5 o'clock, Europe shall be saved. En elke keer als jullie 5 uur 's middags zeggen Europa zal gered worden. Begin dan te bidden. For the church of Europe. Begin te bidden voor de kerk van Europa. That she would be one. Dat zij één zal zijn. Because the oneness of the church. Want de eenheid van de kerk. Is according to scripture. Is volgens de Bijbel. The most powerful evangelism tool that God has given to his people. De meest krachtige evangelisatie die God aan zijn mensen it heeft gegeven. It is more powerful than signs and wonders. Het is krachtiger dan tekenen en wonderen. You know, it is more powerful than the ability to
raise the dead. Het is krachtiger dan het opwekken van de doden. Because in according to Jesus. Want volgens Jezus. That if we hit this state of one. Dat als wij bij die status van één uitkomen. The whole world will believe. Dan zal de hele wereld geloven. And so I want to pray through just verses 20 to 24. Dus ik wil graag vers 20 tot 24 bidden. And Jesus is praying for the church. En Jezus bidt hier voor de kerk. He's not praying for the lost. Hij bidt niet voor de verlorenen. He's praying for the church. Hij bidt voor de kerk. Earlier in the chapter, he says, "My prayer." I'll get it. I want to quote it directly. En eerder in het hoofdstuk bidt Jezus. I'm not praying for the world, he says. Ik bid niet voor de wereld, zegt hij. Verse 9. I pray for the believers. Vers 9, ik bid voor de gelovigen. I'm not praying for the world. Ik bid niet voor de wereld. But I'm praying for the ones you gave me. Maar ik bid voor degene die u aan mij gegeven so heeft. So Jesus is praying for every true disciple, true follower of him. Dus Jezus bidt hier voor elke ware discipel, elke ware volgeling He's van hem. He's praying for me. Hij bidt voor mij. He's praying for you. En hij bidt voor jou. He's praying for the French. En hij bidt voor de Franse christenen. And he's praying for those disciples that are with him there. En hij bidt voor de discipelen die daar met hem zijn. But in verse 20 he says, my prayer is not just for this small group of people here. In vers 20 zegt hij, maar mijn gebed is niet alleen voor deze kleine groep mensen It's hier. It's for every single believer who will believe in Jesus through the apostolic witness of the early church. Het is voor elke gelovige die zal geloven in Jezus door de apostolische getuigenis van de eerste kerk. Vers 20. And what is his prayer? Wat is zijn gebed? That all of us may be one. Dat wij allemaal één zouden zijn. Now, a lot of times we become afraid of this prayer. Maar heel vaak worden wij bang van dit gebed. As soon as you begin to talk about unity. Zo gauw je begint te praten over eenheid. People hear universalism. Dan denken mensen dat het gaat om the great deception, a great falling away. Op de grote verleiding dat alles maar één is en But alles goed Jesus is. Is not praying universalism. Maar Jezus bidt niet vanuit een universalisme. He is praying for the church. Hij bidt voor de kerk. For every believer who believes in him through the message of the early church. Voor elke gelovige die gelooft in hem door het bericht van de vroege kerk. He's not praying for one denomination. Hij bidt niet voor één denominatie. He's not praying for, just Baptists. En hij bidt niet alleen voor de baptisten. Or just charismatics. Of alleen de charismatische. Or Lutherans. Of de Lutherianen. He's praying for every believer who believes in him. Hij bidt voor elke gelovige die gelooft in hem. Faith in Jesus. Geloof in Jezus. Not universalism. Niet dat alles maar één en goed What is. Does he pray? Wat bidt hij? That we would be one. Dat wij één zouden zijn. This is massive. Dit is enorm. And how you this is the type of one that Jesus is talking about. Want het type eenheid waar Jezus het over heeft. Is not some superficial similitude. Is niet iets oppervlakkigs waarin je elkaar herkent. It's not, the people that like each other. Het is niet alleen de mensen die elkaar leuk vinden. Or the people that, kind of look the same. Of de mensen die er hetzelfde uitzien. No, Jesus is praying for every believer. Maar Jezus bidt voor elke gelovige. If there is a believer that goes to a Catholic church. Als er een gelovige is die naar een katholieke kerk gaat. Jesus is praying on the still praying 500 years after the Reformation. Dan bidt Jezus nog steeds 500 jaar na de Reformatie. Justification by faith alone, the whole. Rechtvaardiging door geloof alleen, jullie kennen het hele verhaal. He's praying that we would be one. Hij bidt dat wij één zouden zijn. And 500 years after the Reformation. En 500 jaar na de Reformatie. With all our truth. Met al onze waarheid. There's still one holy Catholic church. Is er nog steeds Catholic, één heilige katholieke kerk? Meaning universal. En dat betekent dat het wereldwijd één is. That's just what Catholic means. It just means universal. Dat betekent het woord katholiek. Één. And there are now over 33,000 Protestant denominations. En er zijn meer dan 33,000 protestantse denominaties. What's wrong with this picture? Wat gaat hier mis? We have so much truth. We hebben zoveel waarheid. And we are so divided. En we zijn zo verdeeld. And Jesus is praying. En Jezus bidt. That we would be one. Dat wij één zouden zijn. And the type of one. En het type eenheid. That is in the Godhead. Die in het hoofd van God is. In the Godhead. In de drie eenheid van God. Yeah, in the Trinity. In de drie eenheid. He says, just like You, Father, are in me. This is Jesus praying. Net zoals dat u Vader in mij bent. And I am in you. Ik ben in u. May they Mogen also zij ook be one. Één zijn.
One, the oneness of the Godhead is the oneness that Jesus prays for believers. De eenheid van God is de eenheid die God bidt voor de gelovigen. This is not optional if we really love him. En dit is niet een optie als we echt van hem houden. If we're really beholding him. Als we hem echt voor ogen and houden. Are being transformed into the same image. En als we getransformeerd worden in hetzelfde the beeld. The greatest reflection that we can reflect is the oneness of the Godhead. Is dat de grootste reflectie die wij kunnen laten zien is de eenheid van God. Which is why, you know, Israel prays this prayer. En dat is waarom Israël dit gebed bidt. Called the Shema. En het heet de Shema. Hear, O Israel. Hoor, O Israël. The Lord your God is one. De Heer uw God is één. And that is one of the first prayers that every Orthodox Jewish boy learns to pray. En dat is een van de eerste gebeden die elke orthodoxe Joodse jongen leert te bidden. As they can learn to talk. Zo gauw ze leren praten. They will teach their two-year-old children this prayer. Leren ze hun 2 jaar oude kinderen dit Hear, gebed. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Hoor, O Israël, de Heer uw God is één. Hear, O Holland. Hoor, O Holland. Church of Holland. Hoor, Kerk van Holland. The Lord your God is one. De Heere uw God is één. He is not a Lutheran. Hij is niet een Lutheraan. He is not a charismatic. Hij is niet een charismatische. He is not a Catholic. Hij is geen katholiek. He is God. Hij is God. And he is one. En hij is één. And as we behold him, you cannot help but be compelled to reflect that image. En als we hem aanschouwen, kunnen we niet anders doen dan ernaar verlangen om dat te laten zien, dat beeld. A person with real faith. Een persoon met echt geloof. Walking in faith. Die wandelt in geloof. Not in fear. Niet in angst. You know, will walk towards because they have faith. Zal daar naartoe wandelen omdat hij geloof heeft. And Jesus goes on to say. En Jezus gaat door om te zeggen. May they also be in us, the church, the unified church. Mogen de kerk die één is, ook in ons zijn. Why? Waarom? So that the world will believe. Zodat de wereld het zou geloven. This is the most powerful evangelistic tool. If you're a revivalist, you must actually be praying this prayer. Dit is de meest krachtige evangelisatiemiddel. Als jij een opwekkingsleider bent, dan moet je dit echt bidden. And then he goes on to say like the most profound thing. En dan zegt hij echt een van de meest belangrijke dingen. I have given them the glory that you gave me. Ik heb hun de glorie gegeven die u mij gegeven heeft. So that they may be one. Zodat zij één zouden zijn. As we are one. Zoals wij één zijn. I in them and you in me. Ik in hun en u Jesus in mij. In you, the hope of glory. Jezus in jou, de hoop van de glorie. De Vader in de Zoon. So that they may be brought to complete unity. Zodat zij gebracht kunnen worden tot complete eenheid. Say complete unity. Zeg complete eenheid. Complete unity. Complete eenheid. Then. Dan. The byproduct. Het gevolg. Of us actually attaining this state. Want als wij deze status daadwerkelijk. Is worldwide revival. Is dat een wereldwijde opwekking uit zal Then breken. The whole world will know. Dan zal de hele wereld weten. That the Father sent Jesus. Dat de Vader en Jezus. And that he loves them. En dat hij van ze houdt. Even as he loves the Son. Net zoals hij van de Zoon houdt. Don't you just want to be one with your brother and sister? Wil je niet één zijn met je broer en je zus? Every revivalist in this room, does this not make you burn to walk towards Voor elke opwekkingsleider maakt het niet dat je er brandt om naar mensen toe te gaan. Especially other Christians. In het bijzonder andere christenen. And yet we are so afraid of other Christians. En tegelijkertijd zijn we zo bang voor andere christenen. We don't know if they really are other Christians. Wij weten niet of ze wel echt de andere christenen zijn. And you know, I was actually taught from pulpits to be afraid of other denominations. En vanuit de preekstoel is mij altijd geleerd om bang te zijn voor andere denominaties. I was actually raised Catholic. Ik ben katholiek opgevoed. Catholic. I grew up, I went to Catholic schools. Ik ging naar de katholieke scholen. Went to Catholic church every Sunday. Katholieke kerken elke zondag. You know, I had this dream where Jesus appeared to me when I was 5 years old. Ik had een droom waar Jezus aan mij verscheen toen ik 5 jaar oud was. And he actually quoted the words of the mass. En hij citeerde de he woorden said, die ik in de mis had gehoord. Christ has died. Hij zei, Christus is Christ gestorven. Christ has risen. Christus is opgestaan. And then he said, and Christ will come again. En dan zei hij, en Christus zal weer terugkomen. And I had at 5 years old this incredible encounter. En toen ik op 5 jaar oud was, had ik deze geweldige ontmoeting. Where I knew that Jesus was real. Waarvan ik wist dat Jezus echt that was. That he was coming again. Dat hij opnieuw weer kwam. And I deeply knew that he wanted me to do
good and not evil. En dat ik heel diep van binnen wist dat hij wilde dat ik goede from dingen deed, geen slechte. En vanuit die ontmoeting. I have the spirit of the fear of the Lord. Just be my guide. Had ik de geest van de vrees des Heren die mij leidde. Isaiah 11:2, one of the seven spirits of God, the spirit of the fear of the Lord. Isaiah 11 vers 2, een van de geesten van God is de geest van de vrees voor de vrees van God. And I was the white sheep in my family as a result. En ik was het witte schaap in mijn familie daarvan. And I was always looking for God. En ik was altijd aan het zoeken naar God. And you know, I wanted but I would, you know, in the Catholic Church, even though I was looking for God. En ik wilde het wel, maar zoals in de katholieke kerk, ook al zocht ik naar God. I was not taught that he could come personally into my life. Was mij nooit verteld dat hij persoonlijk in mijn leven kon komen. At least in a way that I understood that. Tenminste op een manier dat ik dat and begreep. So, you know, at 16 years old. Dus toen ik 16 jaar oud was. For the very first time. Voor de eerste keer. Somebody said Jesus, you know, wanted to come into my life. Zei iemand, Jezus wil in mijn leven komen. And I accepted him as my savior. En toen accepteerde ik hem als mijn redder. And I began diligently to study the Bible for the first time. En begon ik echt heel zorgvuldig de Bijbel te bestuderen. But in that season of my life, maar in dat seizoen van mijn leven, there was very strong reformed tradition. Waren de hele sterke hervormde tradities uit de traditionele kerk. And so, you know, we were taught that of justification by faith alone. En wij werden geleerd dat rechtvaardiging alleen kwam door geloof. And which I believe with all my heart. En dat geloof ik met mijn hele hart. But I don't know how it happened, but I began to dismiss whole denominations of other Christians. Maar ik weet niet hoe het kwam, maar ik schreef echt hele denominaties met andere christenen af. I was getting so much truth that I was abandoning love. Ik kreeg zoveel waarheid dat ik de liefde verliet. And I was actually very critical of Christians from other churches. En ik had een hele kritieke houding over christenen uit andere kerken. I didn't kerken. Really know if they really were Christians. Ik wist niet of ze echt wel christenen waren. And you know, I never really talked to them face to face. En ik had nooit echt face-to-face met ze gepraat. I just had all kinds of judgments about them because we had the best. Ik had alleen allerlei oordeel over ze omdat wij het beste hebben. I mean, I was super critical of charismatics. En ik was super kritisch over charismatische mensen. And that actually intensified, you know, when I went to Baptist seminary. En dat werd alleen maar erger toen ik naar een baptistenbijbelschool ging. And then ging. The Holy Spirit came on me and changed my theology. En toen kwam de Heilige Geest op mij en hij veranderde mijn theologie. And took me and drove me back deeper into the Word of God. En die bracht mij dieper in het woord van God. Which I don't have time to say. En daar heb ik nu geen tijd voor. But this is so important to God. En dit is, maar dit is zo belangrijk voor God. That the entire fivefold. Dat is de totale vijf. Is given for this purpose. Is gegeven voor dit doel. Ephesians chapter 4 says this. In Efeze 4 staat dit. That God gave some. Dat God sommigen gegeven heeft. To be apostles. Om apostel te prophets, zijn. Profeten. Evangelists. Evangelisten. Pastors. Herders. Teachers. Onderwijzers. Why? Waarom? To equip the saints. Om de heiligen toe te rusten. Till you do the ministry. Zodat jullie de bediening kunnen doen. Until. Totdat. This fivefold will last until. Deze vijfvoudige bediening zal er zijn totdat. Open your Bibles. Efeze 4:13. Until. Totdat. We reach the unity of the faith. Wij de eenheid van het geloof bereiken. The purpose of the fivefold. Het doel van de vijfvoudige bediening is om de kerk toe te rusten. Until we have the unity of the faith. Totdat we de eenheid van het geloof hebben. The knowledge of the of God. De kennis van God. A mature man equal to the measure of the stature of Jesus. En een volwassen mate die gelijk is aan de status en de mate van Jezus. You know, this is a theme that God wants us to be one maturely, like the Godhead is one. En dit is het doel dat God wil dat wij echt volwassen zijn, dat wij één zijn zoals God één is. A bride that is equal to the measure of the stature of the Son. Een bruid die gelijkwaardig is aan de status en de mate van de Zoon. Romans 8 says that creation is groaning for the true manifestation of the sons of God. In Romeinen 8 staat dat de wereld en de schepping echt kreunt en wacht op de ware manifestatie van de zonen van God. Revelation 9. Openbaring 19. Says that the bride is clothed and dressed in fine linen, white. Daarin staat dat de bruid bekleed is met fijn wit linnen. And that the white linen stands for the righteous acts of the church. En dat het witte linnen staat voor de rechtvaardige daden van de kerk. You know that at the marriage supper there's not going to be a bride with a dirty garment. En dat bij de huwelijksmaaltijd er geen bruid is met een besmeurde jurk. That Jesus is coming for a bride that has
that has clothed herself. Dat Jezus terugkomt voor een bruid die zichzelf acts. Gekleed heeft met de rechtvaardige daden. That reflects the glory of the Son. Die de glorie van de Zoon reflecteert. This is a theme that is throughout Scripture. Dit is een thema dat door de hele Schrift doorgaat. Psalm 24. Psalm 24. Lift up your heads, O ye gates. Hef uw poorten op. And be lifted up, you everlasting doors. En de eeuwige deuren, wees verheven. That the King of glory may come in. Dat de koning van glorie binnen mag komen. And then it goes on to say, is this the generation? En dan gaat het door om te zeggen, is dit de generatie die zijn aangezicht his zal zoeken? Face. Zijn gezicht. Behold the face of God. En aanschouw het gezicht van God. Behold him. En als je hem aanschouwt. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Hoor, O Israël, de Heer uw God is één. It is one of the central points of the nature of God. En het is één van de centrale punten van de natuur van God. We have to understand this is not an option. Wij moeten begrijpen dat dit geen optie is. If we are going to become mature, equal to the measure of the stature of Jesus. Als wij volwassen gaan worden, gelijkwaardig aan de status en de mate van Jezus. And yet, 33,000 denominations later. En toch zijn het 33,000 denominaties later. We're missing the main point. We missen hier het belangrijkste punt. And Jesus says right in this text. En Jezus zegt in deze tekst. I have given them the glory that you gave me. Ik heb hen de glorie gegeven die u mij gegeven heeft. This is not future. Dit is niet over de toekomst. You're not going to have the glory in the future. Het ziet dat je de glorie gaat krijgen in de this toekomst. This is not going to happen when you die. Het gaat niet gebeuren wanneer je sterft. You know, when you stand before him. Of als je voor hem staat. This is past tense. Dit is in de huidige, in de voltooide tijd. Jesus said. Jezus zegt. To the disciples. Aan de discipelen. That he's praying for. Waar hij voor aan het bidden is. And for all those that are going to believe in him, that's who he's praying for. En voor al diegenen die in hem gaan geloven, daar it's bidt clear hij voor. From the context, het is heel duidelijk uit de context. That he has given you, dat hij u gegeven and heeft. He has given me, dat hij mij gegeven heeft. This glory, his die glorie, zijn glorie. And in the, earlier in the text, it talks about glory. En eerder in de tekst gaat het over glorie. The glory that the Father had with the Son before the foundation of the world. De glorie die de Vader had met de Zoon voordat de aarde gevestigd was. That glory. Die glorie. Jesus gave you that glory. Jezus gaf u die glorie. And me that glory. En mij die glorie. And why did he give it to us? En waarom heeft hij die ons gegeven? So that opdat we can be one. Wij één kunnen zijn. It's possible. Het is mogelijk. You have everything that you need. Je hebt alles wat je nodig hebt. And so do I. En ik ook. For life and godliness. Voor het leven en goddelijkheid. We have everything we need. Wij hebben alles wat we nodig hebben. To be one. Om één te zijn. God gave us his glory. God heeft ons zijn glorie gegeven. Say, I have the glory of God. Zeg, ik heb de glorie I van have God. Been given the glory of God. Ik heb de glorie van God ontvangen. So that I can be one. Zodat ik één kan zijn. With all true believers everywhere. Met alle ware gelovigen overal. And so suddenly this begs the question. Dus plotseling roept dit de vraag op. What is glory? Wat is glorie? How do we know we have it? Hoe weten we dat we het hebben? What is it? Wat is het? What was it that Jesus shared with the Father before the foundation of en the world? Wat is hetgene wat Jezus met de Vader deelde voor de fundamenten van de and wereld? And how do we know we have it? En hoe weten we of we dat hebben? Because glory is somewhat of an esoteric term. Want glorie klinkt nogal esoterisch. Yeah, so I began when I first started reading this text. Dus ik begon toen ik eerst deze tekst ging lezen. I would hit that point. Was ik op dat punt? What is it? Dus dacht ik, maar wat is het? Like manna, what is it? You know, like. Net als manna, wat is het? That's what manna means. What is it? Dat betekent manna. Wat and is so, het? And I began to search through the Bible for all the. Ik begon te zoeken door de Bijbel voor alle. All the words of glory that I could find. Alle woorden van glorie die ik kon vinden. And you know, I thought, oh yeah, Moses' face it shone oh ja, with glory. Moses' gezicht die straalde so, ook met glorie. Does it mean that you know, if I have it, my face will shine? En betekent het dan dat als ik het heb dat mijn gezicht straalt? Without makeup? Zonder make-up? You know, it'll just start my face. I'll have a shining face. Heb ik dan een schijnend gezicht? Moses had to put a veil over his face because there was so much glory. Want Mozes moest zijn gezicht bedekken omdat er zoveel glorie was. Does it mean that you know, if we hit that state? En het betekent dat als we daar zijn? That the cloud will come in the church. Dat de wolken de kerk binnenkomen. Like it did at Bethel that time. Zodat het in Bethel deed. You know, does that, you know, how do we know we have it? Hoe weten we dat we de glorie and hebben? So I'm going through the Bible over and over again. Dus ik glory, ga keer glory, op keer glory, op keer door de Bijbel. Glorie, glorie, glorie. You know, and so
And all of a sudden I remembered, yes. En plotseling herinner ik me, ja. Moses prayed that prayer. Moses bad dat gebed. Show me your glory. Laat me uw glorie zien. And I sing the song. En ik zing het lied. Show me your glory. Laat me uw glorie you zien. You probably sing that song. En jullie zingen het waarschijnlijk ook. And I sing and sing and sing and I have no idea. En ik zing en ik zing het en ik heb geen idee. What the answer was. Wat het antwoord is. And so I go through my Bible. Where did Moses pray that? Dus ik ga door mijn Bijbel heen. Waar heeft Moses dat gebeden? And I'm looking through everything. En ik ga door alles heen. And what I discovered, en wat ik ontdekte, going through the life of Moses, wat ik ging door het leven van Mozes, this was not an early prayer of Moses. Dat dit niet een heel vroeg gebed was van Mozes. This is probably the very last prayer that Moses ever prayed. Dat is een van de laatste gebeden die Mozes gebeden this heeft. This is a prayer after the burning bush. Dit is een gebed na de brandende struik. And an audible voice. En de hoorbare stem. And this is what I love about Moses. En hier hou ik He's van always bij Moses. Wanting more. Hij wil altijd meer. You know, many of us, if we had, you know, a burning bush that wasn't consumed in an audible voice, we would say, remember when, you know, 40 en years van ons ago. Zouden zeggen, als we de brandende struik hadden gehad en niet verbrand en een hoorbare stem, zeg, hey, weet je nog 40 jaar geleden? And the biggest points of our Christian life are behind us, not ahead of us. En dat de grootste punten van ons christelijk leven achter ons liggen en niet But voor ons. Moses went beyond that. Maar Mozes ging daar Became verder. A spokesperson for God. En hij werd een woordvoerder voor God. Saw power and signs and wonders. En hij zag kracht en tekenen en wonderen. Greater than any person in the whole Bible. Meer dan wie dan ook more in de Bijbel. Than Elijah, more than Daniel. Meer dan Elia en Daniel. You know, even more than Jesus, en zelfs meer dan Jezus, eerlijk gezegd. Not 5,000, you know, fed. Niet dat hij 5000 gevoed heeft. But a million people fed every day by the miraculous maar power of God. Hij voedde een miljoen mensen elke dag door de wonderbare, you know, de bovennatuurlijke kracht van God. And he was able to say, let my people go. En hij kon zeggen, laat mijn volk gaan. And watch judgment come on all the opposers of God. En hij zag oordeel komen op alle tegenstanders, you know, van God. He could put his staff down, part the Red Sea. En hij legde zijn staf neer en de Rode Zee splijtte uiteen. And go up onto the mountain. En hij ging de berg op. And Numbers says that Moses talked to God face to face. En in Numeri staat dat Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. I mean, Moses inspires me. Ik bedoel, Mozes inspireert this, mij enorm. This was before the resurrection. Dit was nog voor de opstanding. What kind of a man? Wat voor man? You know what kind of a man he was? Weet je wat voor man hij was? The one thing he says about himself. Het enige wat hij over zichzelf zegt. Was Moses was the meekest man on the face of the earth. Was dat Mozes een van de zachtmoedigste mensen was op de aarde. He beheld the glory of God. Hij aanschouwde de glorie van God. En hij sprak met God van aangezicht tot aangezicht. But at the end of his life, maar aan het einde van zijn leven. After he praised this prayer, nadat hij dit gebed gebeden had. You know, after all these miracles, all this power coming to na the al die kracht en al die wonderen. He goes, if zegt I hij. Found, if I found favor in your sight, als u gunst met mij heeft. Teach me your ways. Leer en onderwijs me dan uw wegen. So that I can find favor in your sight. Zodat ik gunst mag vinden in uw ogen. And then after that, en daarna. I think this is the highest prayer Moses ever prayed. Denk dat dit het hoogste gebed is wat Mozes ooit Maybe gebeden heeft. Maybe why it took him so long. En misschien waarom het zo lang duurde. Because in Moses' day. Omdat in de dagen van Mozes. This was potentially a life-threatening prayer. Was dit potentieel een levensgevaarlijk gebed. No one could see God's face and live. Want niemand kon het aangezicht and van God so zien en leven. Thought, you know, maybe if God actually shows me that, I might die. En misschien dacht hij, oh, als God me dat laat zien, dan sterf ik. I don't know. Ik the text doesn't say. Dat staat er niet. But there you have it. En maar daar heb and je het. Finally, it's like, you know, the man is so in love. En dan zie je de man die zo that, verliefd you know, is. Even if he dies, dat zelfs als hij sterft. I think it just comes out of him. Dan komt het uit hem. Oh, show me your glory. Ik denk dat het gewoon uit hem komt. Heer, laat Because me uw glorie I'm sure zien. That you have had these experiences. En ik ben ervan overtuigd dat u deze where, ervaring heeft where gehad. God reveals himself to you in ever deepening ways. Waar God zich openbaart aan u op een veel diepere manier. And every time you taste him, en elke keer als u hem proeft. You know, all you want is more of him. Is het enige wat je wil is meer van you hem. Just have to have more. Je moet gewoon meer hebben. You can't stop at your ankles. En je kan niet stoppen bij je enkels. Or at your thighs. Of bij je dijen. You know, or at your chest. You have of to go je borst. Deeper je and moet deeper, deeper and deeper. Into the knowledge deeper of God. In de kennis van God. And Moses finally said, oh, show me your glory. En Mozes zei eindelijk, oh Heer, laat me uw glorie zien. And God.
En God says, okay, Moses, this one is the biggest thing you've ever, ever asked me. Zegt, okay, Moses, dit is het grootste wat je ooit van me gevraagd hebt. You can't bring any elders up this time. Je mag geen oudsten meenemen. He already ate and drank on the sapphire sea with the 70 elders. Hij had al gegeten en gedronken op de saffiertronen met de 70 oudsten. An animal on the mountain. Er mag geen dier op de berg zijn. Exodus 34, you can read it. 33, 34. Exodus 33, 34, je kan het lezen. No one can. You have to consecrate yourself. En je moet jezelf heiligen. And Moses goes up on the mountain alone. En Mozes gaat alleen de berg op. Through the thick darkness. Door de dikke duisternis. The thick darkness. De dikke duisternis. The shaking, trembling mountain. En de schuddende en trillende berg. And God says, okay, I can't show you my face. En God zegt, okay, ik kan je mijn aangezicht niet laten zien. Show you the hind parts of my glory. Maar ik ga je de achterzijde van and mijn glorie laten zien. And he puts him in the cleft of the rock. En hij stopt hem in de rots. And in a direct answer to this prayer. In een direct antwoord op dit gebed. Show me your glory. Laat me uw glorie zien. God passes by. Dan gaat God voorbij. And begins to proclaim his name. En hij begint zijn naam te proclameren. The Lord. De Heer. The Lord God. De Heere God. Compassionate. Hij is bewogen. I want to read it. Ik wil het lezen. And merciful. En genadig. I'm going to read it verbatim. Ik wil het letterlijk voorlezen. And the Lord passed before him and proclaimed. En de Heer ging aan hem voorbij en proclameerde. The Lord God. De Heer uw God. Merciful and gracious. Genadig en genadig. Long suffering. Hij is geduldig. Abounding in goodness and truth. Overvloedig in goedheid en keeping waarheid. Keeping mercy for thousands. Hij heeft genade voor duizenden. Forgiving iniquity. Transgression and sin. Hij vergeeft overtredingen, zonde en ongerechtigheid. And who will by no means clear the guilty. En hij zal niet de schuldige vrijpleiten. Visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. En hij bezoekt de onrechtvaardigheid van de vaderen tot het derde geslacht en de kinderen. And the answer to the prayer, show me your glory. En het antwoord op het gebed, Heer, laat me uw glorie zien. Was a revelation attribute by attribute of who God is. Was een openbaring van onderdeel op onderdeel van wie God is. And Jesus said, en Jezus zei, I gave you. Ik heb I gave me. Hij heeft jou, hij heeft mij this glory, deze glorie gegeven. So that opdat we can be one. Wij één kunnen zijn. And you know the thing is, the Bible says as we behold him. En in de Bijbel staat als we hem aanschouwen. We are transformed into the same image. Dan worden we getransformeerd in datzelfde from beeld. Glory to glory. Van glorie naar glorie. And you know, en weet je? I was shocked at the order of these attributes. En ik was echt in shock over de orde van deze kenmerken. Prophetic. Want ik ben profetisch. I love justice. Ik hou van rechtvaardigheid. I love truth. Ik hou van waarheid. But those attributes did not come first. Maar die stonden helemaal niet vooraan in deze the lijst. First attribute het eerste kenmerk was mercy. Was genade. You know, merciful. En genadig zijn. And gracious. En genadig. And what, you know, what if God says he gave his church this capacity? En wat als God zegt dat hij de kerk deze capaciteit to heeft be gegeven? Merciful, first of all. Om als eerste genadig te zijn. And after we are merciful. En nadat we dat geweest to zijn. To one another. Voor elkaar. Then we are compassionate or gracious to one another. En dan zijn we bewogen met elkaar. And first we show mercy. Eerst laten we genade and then zien. We show grace. En dan zijn we bewogen. And after grace. En na de genade. Then we have long suffering. Dan zijn we heel geduldig. And then after long suffering. En nadat we geduldig zijn geweest. We have abounding in goodness. Dan gaan we overvloedig in goedheid. And what if the church behaved to one another this way? En wat als de kerk zich zo gedroeg naar elkaar? We actually showed mercy above all things. Dat first. We echt genade boven and alles laten zien. And then grace to one another. En dan nog meer genade. By grace we are saved through faith. Omdat door genade wij gered zijn door het geloof, een gave van God. And then we were long suffering. En dan zijn we heel geduldig. And we actually took the words of Jesus literally. En we nemen de woorden van Jezus letterlijk. And we forgave 70 times 7. En dat wij 7 maal 70 maal vergeven, hetzelfde. Over and over again. Keer op keer op keer. Just like God forgives us over and over and over again. Net zoals God ons ook keer op keer op keer vergeeft. And then we were abounding
in goodness. En dat we dan overvloedig zijn in goedheid. And finally truth comes. En uiteindelijk komt de waarheid. And by right after truth, keeping mercy and for thousands and forgiveness. En daarna komt weer genade en vergeving voor duizenden. And Jesus has given us this glory. En Jezus heeft ons deze glorie gegeven. And this capacity to walk in these attributes which are central to him. En de mogelijkheid om in deze kenmerken te wandelen die essentieel zijn voor hem. And the purpose of this glory. En het doel van deze glorie is so that we as believers can be one. Is zodat wij als gelovigen één kunnen zijn. So that there is worldwide revival. Zodat er een wereldwijde opwekking and is. And Jesus desire is satisfied that those the Father has given him would be with him where he is. En dat het verlangen van Jezus vervuld is dat degenen die van zijn Vader houden zullen zijn met hem waar hij is. This is I hardly ever hear Christians preach about this. Ik hoor bijna nooit dat een ander christen hierover spreekt. And I always hear Christians preach about, you know, other, you know, the dangers of deception. Ik hoor wel dat mensen praten over het gevaar van misleiding. And you know, in the New Testament, Paul and Peter disagreed on doctrine. En in het Nieuwe Testament waren Paulus en Petrus over leer niet eens. They disagreed on a major doctrine. Zij hebben echt een heel groot meningsverschil. Do you know what doctrine they disagreed on? Over een bepaalde leerstelling. The doctrine of justification by faith alone. En dat is over de leerstelling dat je gerechtvaardigd bent door geloof Peter alleen. Because Peter wanted to, you know, bring was the Judaizers were infiltrating the church. Want het judaïsme infiltreerde de kerk. Trying to bring them under the law again. Want ze wilden hen weer onder de wet brengen. And it happened to the Galatian church. En het gebeurde in de Galaten kerk. And Paul said, you foolish Galatians. En Paulus zegt, o dwaze Galaten. Who has bewitched you? Wie heeft jullie behekst? Having begun in the spirit, you want to finish in the flesh. Jullie zijn begonnen in de geest en wil je eindigen in het vlees. And this was a major doctrinal disagreement. En het was een hele grote oneenigheid, you know, over de theologie. Peter was actually a Christian. Maar Petrus was een christen. And Paul was actually a Christian. En Paulus was ook echt een christen. And do you know how they disagreed about doctrine? En weet je hoe ze het oneens waren over deze leer? They didn't have preach-offs. En zij gingen niet tegen elkaar inpreken. One get on one pulpit and try to convince everybody. The other get on the other pulpit and try to convince everybody. Eén op één preekstoel en ander op de andere om elkaar te proberen te overtuigen. How they disagreed was they did it to the face. En hoe ze het oneens waren met elkaar, dat deden ze van face to face. They actually went to each other and talked to each other about it. Zij gingen naar elkaar toe en praten er met elkaar over. You know, and it doesn't say that they actually had agreement during that talk. En er staat niet bij dat ze het eens werden tijdens dat gesprek. But eventually Paul was proven right. Maar uiteindelijk had Paulus gelijk. And you know, there is the principle is that we go towards, not walk away. En het principe is dat we ergens naartoe stappen en niet weglopen. And when people hear that some of us went to actually talk to the Pope. En als mensen horen dat wij naar de paus zijn gegaan om daar te spreken. Some people think we're actually being deceived. Denken sommige mensen dat wij misleid zijn. When we're actually trying to do what the Bible says. Terwijl we proberen te doen wat de Bijbel zegt. And if you find somebody that doesn't have the same doctrine as you. En als je iemand vindt die het misschien niet helemaal eens is met jouw leer. Don't walk away. Loop dan niet weg. Don't criticize him from afar. En heb niet van ver don't kritiek try to op ze. Turn every other believer against them. En probeer niet alle andere gelovigen op te zetten do tegen what hun. Peter and Paul did. Maar doe wat Petrus en Paulus deden. Towards, ga naar elkaar toe. Open de Bijbel. And say okay. En zeg oké. Let's talk about this. Laten we hierover praten. You know what, why do you believe that? Why do you believe waarom geloof je dit? Waarom geloof je dat? This is what the scripture says. What do you think? Dit you is know? Wat de Bijbel zegt. Wat and denk you je might ervan? Even win your brother. En je mag misschien je zou misschien je broer in winnen. Doctrine. In jouw leer. And you will never ever have to compromise truth to walk in love. En je zal nooit een compromis hoeven te stellen in de waarheid om in liefde te wandelen. Perfect love, in fact. Want de perfecte liefde has no fear at all. Kent geen angst. Perfect love is never afraid. De perfecte liefde is nooit bang. And so how are you doing in love? Dus hoe gaat het met je liefde? How are you walking towards? Hoe gaat het met jou die naar how andere am mensen I doing toestapt? In love? Hoe doe ik het in de liefde? How am I walking towards? Hoe wandel ik naar andere mensen toe? You know, and I feel this is so important here in Holland. En ik heb het gevoel dat dit zo belangrijk is hier in Nederland. And in Europe. Maar en ook in Europa. Because you are believing for Europe to be saved. Want jullie geloven dat Europa gered gaat worden. And the greatest evangelistic tool on the earth.
En het meest geweldige evangelisatiemiddel op aarde is the church hitting this state of oneness. Is dat de kerk één wordt. The Bible says how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. En de Bijbel zegt hoe goed en welgevallig het is als broeders in eenheid. Down, or Aaron's beard. En het is olie die langs de baard van Aaron gaat. Hits that state. En als de kerk bij die staat aankomt. It's irresistible to God. Dan is het onweerstaanbaar voor God. Whether it happens in two or three. Wat er dan gebeurt in 2 of 3. His presence shows up. Dat is zijn aanwezigheid daar meteen. Where it happens, you know, like on the day of Pentecost. Of als het gebeurt op de dag van Pinksteren. When they were all in one accord. Toen ze allemaal in eenheid daar waren. They actually hit that state of one. Waren ze echt in die status van één? It took them 10 days to do it, mind you. Het kostte hun 10 dagen. Yeah, they were all in one accord. En ze waren het allemaal in eenheid daar. And at the right time, the day of Pentecost. En op het juiste moment, op de dag van Pinksteren, kwam het in volle. Greek word, one accord. En in het Griekse woord eenheid, één akkoord. Of mind. Dat betekent eenheid oneness van gedachten. Eenheid van they je ziel. Emotional affinity. You know, they had ze waren emotioneel betrokken. Intellectual, they were in the same mind with en intellectueel waren ze in dezelfde gedachten, in dezelfde plaats. And there they were. En daar waren ze. And it was irresistible to God. En het was onweerstaanbaar voor God. You know, and the Spirit came down. En de geest kwam. And filled them all. En die vulde ze allemaal. And the byproduct. En het gevolg daarvan on that day, op die dag was 5000 believers came to Jesus. No, 3000 in a day. Was dat er 3000 gelovigen tot Jezus kwamen. You know, this is a small town, Jerusalem back then. En Jeruzalem was toen een kleine plaats. And you have to understand it was divided at that point. En je moet begrijpen dat het toen ook verdeeld was. This was not like, you know, this was not happy Jews on the way to a renewal meeting. You know? En dit waren geen blijde Joden die naar een vernieuwingsbijeenkomst gingen. All those Jews and all those languages. Al die Joden en al die talen. In Jerusalem. In Jeruzalem. You know, in that same small town. In diezelfde kleine plaats. Less than 2 months earlier, they were shouting, "Crucify him! Crucify him!" Minder dan 2 maanden geleden riep ze nog, kruisig hem op dezelfde straat. En nu 3000 are becoming believers in a day. Worden 3000 gelovigen binnen één dag. Because from the state of one. Want vanuit die status van eenheid kwam de tastbare aanwezigheid en vulde zijn kerk. Prophesying, declaring the wonderful works of God. En ze gingen profeteren en ze vertelden de geweldige daden van God. And 3000 were saved in a day. En 3000 werden gered in één dag. Do you really want Europe to be saved? Wil je echt dat Europa gered wordt? Do you really want Europe to be saved? Wil je echt dat Europa gered wordt? I would encourage you to begin to pray over the Church of Europe. Dan wil ik je echt aanmoedigen om te gaan bidden over de kerk the prayer van Europa. That Jesus prays het gebed dat Jezus bad voor zijn kerk. And it's irrespective of gender. En het maakt niet uit of je man of vrouw bent. It's irrespective of tribe or tongue. En het maakt niet uit welke taal je spreekt of van welke stam je komt. He prays this for the whole every believer. Hij bidt dit voor elke gelovige. And so I feel like the Lord is saying that because you're revivalists. En ik heb het gevoel dat de Heer zegt omdat jullie opwekkingsleiders zijn. You know, God wants us to deal with this issue amongst each other. Wil God dat wij gaan dealen met dit issue onder elkaar. This is possibly the greatest impediment to Europe being saved. Dit is mogelijk de grootste hindernis voordat Europa gered wordt. Christians who don't know another Christian. Christenen die andere christenen niet but kennen. But heard that Stacey Campbell went to see the Pope. Maar die hebben gehoord dat Stacey Campbell de paus bezocht. Never once talked to me. Die nooit met me gesproken hebben. Criticize from afar and make people afraid of coming to a meeting that I'm going to. Die van ver af kritiek op me hebben en mensen bang maken om naar een bijeenkomst Now, te gaan waar I'm ik ben. I'm not saying that any of you did that. I don't even know. I just made that up. En ik weet niet of iemand van jullie dat gedaan heeft. Dat verzin ik hier nu. But I've been a pastor long enough. Maar ik ben lang genoeg voorganger geweest. And I watched the devil divide the brothers. En ik heb de duivel echt scheiding zien brengen and tussen broers. I'm going to give you a hint. I'm going to give you a tip. En ik ga jullie een tip geven. When there is division, als er verdeeldheid is, the lost do not come to Jesus. Dan komen de verlorenen niet bij Jezus. The kingdom does not expand. Dan breidt het koninkrijk zich niet in uit. In fact, usually the church gets smaller and smaller and smaller. Nee, eerlijk gezegd wordt de kerk alleen maar kleiner Everybody en goes kleiner. Backwards. Iedereen gaat terug. We can lose 10 years or 20 years of the preaching of the gospel going forward. En we kunnen 10 of 20 jaar verliezen van de prediking van het evangelie die voortgaat. Scattered all over the place and many stop even coming to gather together. En christenen, we zijn verspreid over de hele plek en ze stoppen says, met het samenkomen. Don't forsake the assembling of yourself together. En de Bijbel zegt verzuim je onderlinge bijeenkomsten niet.
Is anybody understand what I'm saying here? Snapt iemand hier wat ik wil zeggen? So I encourage you, if you know that somebody's a Catholic, somebody's a Lutheran, somebody's a Baptist, somebody's a Pentecostal, dus somebody. Dus moedig je aan als je weet dat iemand katholiek is of Lutheraan of Baptist of charismatisch. And you're not sure if they really know Jesus. En je weet niet zeker of ze echt Jezus kennen. Walk towards. Ga naar ze toe. Invite them over. Nodig ze uit. Open the scriptures. En open de Bijbel. Talk about Jesus. Praat over Jezus. And you know, and I have to say that I was shocked. En ik moet zeggen dat when ik echt in shock to was. Toen ik naar katholieken toe ging lopen. Shocked. Ik was in shock. In fact, I prepared myself. I was invited to this meeting. En ik had me voorbereid. Ik ging naar deze so bijeenkomst. So I said, what I'm going to do is I'm going to get the catechism of the Catholic Church and I'm going to read it so that I know what they actually believe. En ik dacht, ik ga de catechismus van de katholieke kerk lezen zodat ik weet wat zij geloven. I was shocked. En ik was in shock. It is so orthodox. Het is zo orthodox. That the official doctrine of the Catholic Church. Dat de officiële leer van de katholieke kerk. Was, you know, was so orthodox and so historic. Was zo orthodox en zo historisch. From the earliest churches. Van de eerste kerken. 2000 years of Christianity. 2000 jaar van Christendom. Of the top, you know, saints that all of us would many of us, you know, prior to the split. Would acknowledge. Wat van de belangrijkste heiligen die wij allemaal zouden erkennen voordat we afgesplitst waren. There was very few things that I even had disagreement on. En er waren maar heel weinig dingen waar ik het niet mee eens was. And it totally changed my perspective going into a meeting. En het veranderde mijn perspectief totaal voordat ik die meeting inging. I love truth. Want ik hou van de waarheid. Thy word is truth. Uw woord is de waarheid. And what I realize that there's a lot of lies going on about believers everywhere. En wat ik me realiseer is dat er heel veel leugens rondgaan over gelovigen overal. And you know, we need to actually study to show ourselves approved unto God. En we moeten het echt bestuderen zodat so we goedgekeurd worden daarin this morning door God. That as an application. En ik voelde het vandaag als een soort sollicitatie en aanmelding. With each other. We moeten beginnen met elkaar. Because we don't like to go face to face. Wij houden er niet van om elkaar face to face te ontmoeten. And there might be people in this room. En er zullen misschien mensen in deze ruimte zijn. That are having trouble with another believer. Die moeite hebben met een andere gelovige. I would like the worship team to come up. En ik wil vragen of het aanbiddingsteam naar voren wil komen. And I'd like you to just start to sing yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Ik wil graag met elkaar gaan zingen dat van u is het koninkrijk, van u because is de kracht. Because Jesus told us to pray this prayer. Want Jezus heeft ons gezegd dit gebed te that bidden. His kingdom. Dat zijn koninkrijk. Comes here. Komt hier. And the king of that kingdom. En de koning van dat koninkrijk. Is one. Is één. And so we want to have that kingdom of one down here. En we willen het koninkrijk van eenheid and hier. So, and my altar call today is that if you know that you don't it might not even be you. En mijn oproep vandaag is dat als er iets is en misschien ben jij het niet but zelf. But if you know that your brother has something against you. Maar als je weet dat je broeder iets tegen you jou heeft. You might have nothing against them even. En misschien heb jij niks tegen hun. But you know that there's a problem somewhere. Maar je weet dat er ergens een probleem is. You know, leave your gift. Don't even worship. En ga er niet eens aan bidden. It's more laat je gaven to liggen. God, het is belangrijker voor God that we don't sing, dat we niet zingen. But we actually clear that up. Maar dat we het opruimen. Maybe there's people in this room that need to clear things up. Misschien zijn er mensen in de ruimte die dingen op moeten ruimen. Maybe there's something in the family that needs to be cleared up. Iets in de familie of in het gezin husband wat wife. Opgeruimd moet worden I mean, tussen man en vrouw. Testimony this morning. Geweldig getuigenis vanochtend. You know that at a gathering like this, a couple on the way on the verge of divorce gets reconciled in this gathering. Dat bij een bijeenkomst als dit een stel dat op het punt zet om te scheiden hersteld wordt. There's an anointing for this in this place. Er is een zalving daarvoor in deze plaats. You know, and if there's a misunderstanding. En als er een onbegrip is. Or a clarification. Of iets wat verhelderd moet worden. What do you really believe? Wat geloof je echt? Why do you believe that? Waarom geloof je dat? It's okay to talk about doctrine. Het is prima om te praten it's okay over to leer. Disagree on doctrine. En je mag het niet eens zijn over it's leer en theorie. Even. Het is zelfs noodzakelijk. Iron sharpens iron. Want ijzer wordt de that's ijzer gesmeed. That's how we learn. That's how zo we grow. Leren we, zo groeien we. That's how we increase and purify our doctrine. Zo nemen we toe en zo wordt onze leer it. Zuiverder door erover te praten. And you know, adding to our faith knowledge. En dat we kennis toevoegen.
toevoegen aan ons geloof. Like 1 Peter says. Zoals 1 Petrus so zegt. I'm going to give a little bit of an altar call here. Dus ik wil een kleine oproep doen. But if there's anybody in this room that needs to reconcile. Maar als er iemand hier in deze ruimte is die hersteld moet worden. I'm asking you even today walk towards. Dan wil ik je vragen van loop naar even iemand toe. Right now, walk towards. Zelfs op dit moment. You know, might not get all cleared up today. En misschien dat het vandaag niet allemaal verhelderd kan but worden. At least we're walking towards. Maar we nemen een stap naar elkaar you know, toe. And maybe it's not somebody in this room. En misschien is het niet iemand in deze ruimte. Maybe there's an issue that you have with somebody somewhere else. Misschien is het een issue wat je hebt met iemand die hier niet is. You know, I want to say this when I began to pray this prayer. Dan wil ik het zeggen als ik dit gebed begin te bidden. I face more division than I ever faced in my entire life. Dan heb ik meer verdeeldheid, ben ik meer verdeeldheid tegengekomen dan wanneer dan ook. Pijnlijk. Painful division, church splits. Pijnlijke verdeeldheid, kerken die uiteenvallen. And you know, the Bible also says, as much as lies within you. En de Bijbel zegt ook, en hoeveel er ook in jou ligt. Be at peace. Wees voor het zover van jou afhankelijk is in vrede met iedereen. Exactly in. You know, doing the same thing. En soms kan je niet exact hetzelfde doen. But we can always bless our brothers. Maar we kunnen altijd onze broeders zegenen. We kunnen altijd voor ze bidden. We can always pray that the God would prosper them and bless them. En we kunnen altijd bidden dat God ze voorspoedig maken en dat zij het koninkrijk verder zullen brengen. So this is the altar call today. Dus dit is de oproep van vandaag. Or if you just want to come down and receive prayer. En als je naar voren wil komen om gebed te ontvangen. To stir up the glory of God that is in you. Om de glorie van God die in je is op te roepen, zodat je één kan zijn. Ik wil het bedieningsteam naar voren vragen. If any of you need ministry, als iemand voor jullie bediening nodig heeft. Or if you need to walk to go with to see somebody else in the room or als je naar iemand anders in deze ruimte moet gaan. You just need to take out your phone and write a text. En misschien moet je iemand een berichtje sturen can via je telefoon. Can we get together for coffee this week? Kunnen we deze week samen koffie drinken? Or begin to ask the Lord for just a letter of walking towards from maybe they're not even in this town. Om gebind de Heer te vragen om een brief te schrijven waarin je stap doet naar de ander. But let's if we're really believing for Europe to be saved. Maar als we echt geloven voordat Europa gered wordt. Let's take the glory God gave us. Laten we de glorie pakken die God ons let's gegeven attain heeft. Oneness. En laten we eenheid bereiken. So that opdat the world will believe. De wereld zal geloven. Holland will believe. Holland zal geloven. Belgium will believe. België zal geloven. France will believe. Frankrijk zal geloven. Norway will believe. Noorwegen zal geloven. England will believe. Engeland zal geloven. Germany will believe. Duitsland zal geloven. And we are the church of the living God. Want wij zijn de kerk van de levende God. This is who we are. Dit is wie we zijn. This is what we do. Dit is wat we doen. We pick up our cross. We nemen ons kruis op. And we follow him. En we volgen hem. Amen. Amen.